Hey, wat vet dat je weer kijkt en welkom in deze video waarin ik je graag wat meer uitleg over welke apparatuur ik nou gebruik tijdens het vloggen en filmen in de natuur. In deze video ga ik je dus meenemen in wat ik voor spullen gebruik als ik erop uitga om dieren, wild en vogels te filmen. Voordat ik dat ga doen, inga op welke apparatuur ik gebruik, wil ik nog heel even terug naar wat ik nou precies doe. Want dat heeft namelijk een heleboel bepaald voor welke spullen ik gebruik. En als ik terug ga naar de kern van wat ik doe, dan trek ik erop uit de natuur in om dieren, vogels, alles wat vliegt en beweegt eigenlijk vast te leggen en daarover te vertellen. En dat doe ik het liefst door lekker gewoon te gaan lopen en gewoon te gaan zoeken. En dat heeft dus voor mij ook bepaald dat ik voor de keuze van mijn apparatuur en al mijn randapparatuur, dat ik eigenlijk lichtgewicht op pad wil, dus niet te veel met me meezeulen en dat het een beetje handzaam moet zijn, dat ik het snel moet kunnen gebruiken. En op die manier ben ik nu tot de huidige selectie van mijn apparatuur gekomen. Het belangrijkste onderdeel van mijn vlogs is natuurlijk de dieren en de natuur die ik vast wil leggen. En daarvoor gebruik ik deze camera, de Nikon P1000. Het is een superzoom camera. Heeft tot 125 keer optische zoom, dus dat betekent dat je heel ver in kan zoomen om je onderwerp in beeld te krijgen. En dat gebruik ik ook regelmatig, want vogels en dieren die zitten helaas niet altijd op de afstand dat je het gewoon met je mobieltje kan doen. Dus deze is daar een perfecte uitkomst voor. Ik vind het een hele fijne camera om mee te filmen. Hij kan in Ultra HD filmen, dus dat betekent dat je daar een goede kwaliteit mee kan halen. Daarmee 125 keer inzoomen en dan kan je echt mooie beelden maken. Hij heeft ook een scherpstelring hierop zitten, dus dat is ideaal. Dan kan je handmatig scherpstellen. En ja, vooral die hele verre zoom. Dat is voor mij echt een must om te hebben, want anders is het heel ingewikkeld om die beesten allemaal van een grote afstand vast te leggen. Ik heb er ook standaard een microfoontje bij zitten. Het geluid van de Nikon P1000 wat hij opneemt is op zich oké, maar er klinkt een beetje een gorgel doorheen af en toe. Met een microfoontje wordt het net wat mooier. Daarnaast natuurlijk de zonnekap erop om te voorkomen dat stel dat hij een keertje stuitert, dat meteen de lens beschadigd is. En ik heb standaard hem op een statief staan. Probeer maar eens met 125 keer ingezoomd uit de hand iets scherp te krijgen. Dat is niet te doen. Dus daarom heb ik hem standaard eigenlijk voor het filmen op een statief. Ik heb bijvoorbeeld een videostatief wat net wat soepelere draaibewegingen kan maken. En ook omhoog en omlaag. Dan een gemiddeld statief. Dat is ook wel heel prettig, want op het moment dat je namelijk een onderwerp wilt vinden en je hebt tijdens het draaien dat heel houterig gaat. Ja, zeker met 125 keer ingezoomd, dat ga je gewoon zien. Dus de combinatie Nikon P1000 met een videostatief en een microfoontje zorgt ervoor dat ik eigenlijk alle dieren, vogels, insecten, noem maar op, mooi vast kan leggen. Wat belangrijk is om te weten over de Nikon P1000 is dat het een zogenaamde bridge superzoom camera is. Wat houdt dat in? Hij heeft in feite de body, het uiterlijk, van een spiegelreflexcamera of van een full frame camera zoals je wil. Maar hij heeft de sensor erin zitten van eigenlijk een smartphone. Er zit een hele kleine sensor in. Wat betekent dat in de praktijk nou? Nou, dat betekent in de praktijk dat op het moment dat jij fotografeert of filmt, dat er minder licht binnenkomt. Een smartphone sensortje is ongeveer zo groot, zoiets. En dan heb je een full frame en dan ga je naar zoiets. Nou, je snapt welke opening groter is waar meer licht door naar binnen komt. Die maakt scherpere beelden. Wanneer merk je dat bij de Nikon P1000? Op het moment dat je gaat fotograferen met of wat minder licht of een bewegend object. Dan heeft hij er wat moeite mee op het moment dat je helemaal inzoomt. Zelfs in de speciale vogelstand, want die heeft hij namelijk om speciaal toegespitst om vogels te kunnen fotograferen en dieren en noem maar op. Maakt dat voor mij veel uit? Nee, omdat ik voor het grootste gedeelte eigenlijk film, merk ik daar niet zo heel veel van. Want hij heeft een maximale resolutie van 4K. Die hebben veel van die andere full-frame camera's met verwisselbare lenzen bijvoorbeeld ook. Dus daar ga je geen verschil in merken als het gaat om film, of in ieder geval een stuk minder. Wat deze dan wel heeft, is die 125 keer optische zoom, oftewel die 3000 mm. En daarom kies ik dus ook voor deze camera als het gaat om film. Wil je echt professioneel fotograferen, dan kan je nog eens overwegen, joh, wil ik dan geen full frame of een spiegelreflexcamera
in combinatie met een telelens, zodat je nadat de foto gemaakt is nog wat extra wat digitaal in kan zoomen zonder dat die kwaliteit verliest. Want dat merk je bij deze wel, daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Maar voor film vind ik hem echt fantastisch. Naast het filmen van dieren film ik natuurlijk ook mezelf, want het is een vlog. Ik vertel daarin over wat ik tegenkom, over wat ik zie. En daar gebruik ik niet deze voor. Daar gebruik ik eigenlijk twee camera's voor, of twee type camera's moet ik zeggen. Eentje is degene waarmee ik nu aan het filmen ben. Dat is een Sony ZV-1. Dat is eigenlijk een echte vlogcamera met een kantelbaar schermpje. En je kan daarmee heel makkelijk jezelf filmen. Er zit een wat grotere sensor in, waardoor die een mooi beeld geeft. Je kan er een microfoontje op aansluiten. Je hebt nog allerlei andere standen die je kan gebruiken. Dus dat is eigenlijk een perfecte vlogcamera. Ik gebruik die ook heel vaak op het moment dat er bijvoorbeeld iets van wind staat of dat je een andere omgevingsfactoren hebt waardoor je net eventjes een upgrade wilt in je camera. Gebruik hem altijd? Nee, want het is eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld. Ik gebruik namelijk ook heel vaak gewoon mijn telefoon. De meeste telefoons hebben, de moderne smartphones, hebben er een fantastische camera in zitten. Ik heb zelf een Galaxy S20. Er zitten gewoon hier drie camera's op de achterkant en dan kan je ook hele mooie opnames mee maken. Ik zet hem dan vaak, net als mijn ZV-1, eventjes op zo'n statiefje. Dat je hem even zo of vast kan houden. Gewoon dat je hem goed op ooghoogte hebt, de camera. Of dat je hem gewoon even neer kan zetten voor een shot waarin je langs loopt. En dat werkt eigenlijk ideaal. Het is een beetje dus afhankelijk van wat de weersomstandigheden zijn. Of ik voor mijn telefoon ga zonder een extra microfoontje. Of dat ik voor mijn vlogcamera ga. Daarin kijk ik vaak gewoon een beetje van wat op dat moment uitkomt. Wat ik bij me heb en wat op dat moment ook praktisch is. Want ik wil het liefst natuurlijk met zo min mogelijk spullen bezig zijn op het moment dat ik op zoek ben naar dieren. En dan is het vaak gewoon net even kijken naar de omstandigheden van wat het beste uitkomt. Nou ja, en wat natuurlijk ook ontzettend helpt bij het vloggen en vooral het zoeken naar wild, en wat ook een vast onderdeel van mijn uitrusting is geworden sinds ongeveer een jaar, is een verrekijker. Heeft misschien iets minder met camera's en dergelijke te maken, maar met name wat ik met die verrekijker gemerkt heb. Ik heb een hele tijd zonder verrekijker gewerkt, omdat ik dacht, ja, ik heb een camera met 125 keer optische zoom. Als ik ergens iets wil zien, zet ik die camera wel neer en dan zoom ik in. In theorie klinkt dat super handig, want je hebt je camera altijd bij je en die kan toch 125 keer inzoomen. In de praktijk werkt dat gewoon niet zo. Je moet iedere keer je camera goed neerzetten, moet je helemaal inzoomen tot je object, ben je zo weer rustig 10, 20 seconden verder. Met die verrekijker, ik heb hem tegenwoordig gewoon standaard om mijn nek hangen. Het werkt echt geweldig. Je kijkt gewoon even, zie ik daar iets? Het is vaak veel scherper dan wat je in eerste instantie door je camera ziet. En op het moment dat ik wat zie of dat ik denk iets te zien waar ik nog niet helemaal goed kan zien, kan ik altijd de camera erop zetten. Verrekijker, echt een hele handige accessoire voor als je de natuur in gaat, foto's wil maken, wil filmen, wat dan ook. Dus zeker een aanrader. Nou jongens, dat was hem dan. Hopelijk heeft deze video je een beetje een inzicht gegeven in wat ik voor materiaal gebruik. En misschien heeft het je nog een beetje geholpen als je zelf bijvoorbeeld op zoek bent naar een camera of zou willen beginnen met vloggen over de natuur. Mocht je nog vragen hebben, laat het even weten in de comments en dan beantwoord ik ze natuurlijk voor je. En mocht je het nou een leuke video vinden, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!